Welkom bij Simpan Vertier. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe nou echt precies de training werken. Heel veel mensen hebben nog steeds vragen over hoe werken de trainingen, hoeveel XP krijg je, hoe werken die levels. Het is namelijk heel belangrijk dat jij weet hoe training werkt, want het is ook echt een heel belangrijk onderdeel. Dat kan jou gewoon soms een tier 1 schelen en soms een star reward. Dus kijk goed naar die training en ik ga het alles uitleggen vandaag aan jullie. Oké, we pakken even Mats Hummels, een nieuwe kaart. Je ziet dat hij 7% bonus heeft. Hij heeft zijn nieuwe kaart. Als er een nieuwe kaart uitkomt, heb je altijd standaard 5% bonus. Een speler begint altijd op level 0. Mijn is al level 4. En heeft al 732 XP binnengehaald. Nou, het werkt eigenlijk maar zo. Van level 1 naar 2 gaat natuurlijk sneller dan vanaf level 9 naar 10. Dat is meestal bij elk spel wel. Maar dan weten jullie dat ook. Hoe krijg je nou deze procenten? Nou, deze procenten, hoe krijg je dat omhoog? Is namelijk om, je gaat naar upcoming, je gaat naar training. En daar zet je gewoon even een speler in. Nou, ik zet nu even Kulaski in. Die gaat trainen. Hoeveel XP krijg je daarbij? Je krijgt standaard, als er geen wedstrijd wordt gespeeld en je zet hem in de training, krijg je altijd 75 XP erbij. Dus je krijgt altijd standaard, als je een speler in de training zet, ook is er geen wedstrijd, echt helemaal niks. Je zet hem alsnog erin, krijgt hij altijd 75 XP erbij. Speelt hij wel en je zet hem in de training, dan krijg je altijd de 75 XP erbij. Plus de team hoeveel minuten hun maken en hoeveel de score van de speler is. Dus als je die allemaal bij elkaar optelt, krijg je dat XP bij je speler. Maar ja, meestal als je een speler koopt en hij wordt opgesteld. Hij heeft een wedstrijd, dan stel je hem altijd op. Dus dan train je hem niet echt. Maar ja, je krijgt wel beter XP. Vooral als score hartstikke hoog is. Maar ja, meestal als jij een speler koopt, zet je hem ook altijd in. Dus dat is een beetje, ja, je moet zelf kiezen. Maar dadelijk bij het WK dus, is dadelijk 2 maanden stil. En heel veel spelers spelen helemaal niet. Dus zet ze gewoon in je training en je krijgt elke keer standaard 75 XP erbij. Nou ja, je hebt natuurlijk 75, je kan dat 2 keer doen in de week. Je hebt natuurlijk het weekend en door de weeks. Dus het zou zeggen, 75 plus 75 is 150. Dus je kan best wel snel op zich levelen per week. Nou, je hebt ongeveer dan 600 XP krijg je erbij in een maand. Als je spelen alleen maar loopt te trainen. Nou, dat is hartstikke veel natuurlijk. Ga dat ook gewoon doen jongens, want die procenten gaan omhoog. En waarom zijn die procenten zo belangrijk? Nou, als jij wil doen bijvoorbeeld met, ik zeg even, All-Star. Ik heb hier een opstelling die je misschien nog niet eens wat gaat worden. Maar het is namelijk belangrijk. De speler gaat punten halen. Als Hummels, stel hij haalt 100 punten, dan heeft hij 100 punten. Maar hij heeft een 7% bonus erbij. Dus er komt nog 7% punten erbij op die 100 scoren. Nou, dat is 107 punten, omdat het natuurlijk 100 scoren is. Plus 7% is 107 punten. Luc de Jong krijgt nu 27,5% erbij. Dus die zou dan 127,50 punten hebben. Maar dat is mijn captain. Want die krijgt 20 XP erbij. Sorry. Voor mij was het eerst altijd anders. Maar misschien is het veranderd. Die krijgt 20 XP erbij. Dus ja, het is heel belangrijk als je spelen omhoog wikkelt. Nu snap ik ook dat mensen denken van, hè, ja, maar je hebt toch ook een oude kaart, hoe werkt dat dan? Nou, elke keer als er een, kijk, dit is Obispo 2021-2022 zoals je ziet. Als de nieuwe kaart van hem uitkomt, die is er al op dit moment, dan wordt die 5%. Stel voor, jouw oude kaart is nu, mijn oude kaart was 8,5%. Maar als de nieuwe kaart op de markt komt, dan gaat standaard bij de oude kaart gelijk 5% aftrek af. Dus deze kaart was eerst 8,5%. Maar omdat de nieuwe kaart van Obispo uit is gekomen, gaat hier gelijk 5% af. En dan zie je ook hier bijvoorbeeld level 7 is 3,5%. En dan denk je soms bij sommigen die level 3, 4 zijn, daar staat hij op 7%. Dan denk je, hoe kan dat? Nou, dat heeft echt te maken met de nieuwe en de oude kaart. Als er een nieuwe kaart komt, dan gaat de oude kaart altijd 5% omlaag. Dus deze kaart kan nooit meer zo hoog in procenten komen als de nieuwe kaart. Laat ik het zo zeggen, met levels. En het kost ook veel langer, het duurt ook veel langer om hem nu te gaan levelen. Want je ziet al, hij heeft 2326 XP. En hij heeft 3,5%. Terwijl net Mats Hummels, die had 7% en die had voor mij 700 XP. Ja, dat komt gewoon door die nieuwe kaart.
Dus, dus het is altijd handiger eigenlijk om een nieuwe kaart te kopen. Maar je kan ook een oude kaart kopen als die bijvoorbeeld 5% hebt. Je kan er ook weer een heel jaar mee doen. Kijk, mijn is 3,5%. Obispo ga ik trouwens verkopen binnenkort. Maar bijvoorbeeld Matteo Coronel. Zoals je hier ziet, is die level 10. Als die level 5 was en het is een nieuwe kaart, had hij ook 10% gehad. Dus nu is die level 10 en heeft hij 5%. Anders had hij 10% gehad als, als dit nog zijn nieuwe kaart was. Dus zo werkt het eigenlijk een beetje. Als jullie nu het niet snappen, join mijn Discord. Die staat erin, dan leg ik het nog een keer goed uit voor jullie. Like de video, abonneer en dan zie ik jullie bij de volgende video. Laat eens.